straks. Nieuwe Hitman game in aantocht. Remedy bevestigt nieuwe Alan Wake. En Soul Calibur 5 aangekondigd. Maar nu eerst nieuws over World of Warcraft. Hear us now! We Zandalari have returned to reclaim the former glory of our people. Het aantal mensen dat World of Warcraft speelt zit op het laagste niveau sinds 2008. Vlak na de release van de derde uitbreiding Cataclysm lag het aantal spelers boven de 12 miljoen. Momenteel zijn er dat nog 11,4 miljoen. Voor het uitkomen van de tweede uitbreiding waren er ongeveer 11 miljoen spelers. Nadat deze in de winkels lag, kwamen daar nog een half miljoen spelers bij. Blizzard maakte ook bekend dat het dit jaar geen nieuwe uitbreiding uitbrengt. Wel wil Blizzard steeds sneller updates vrijgeven om spelers vaker te voorzien van toevoegingen en verbeteringen. Volgens Greg Street van Blizzard zal men na update 4.1 niet lang hoeven wachten op 4.2 en zal nieuwe content regelmatig beschikbaar komen. Update 4.2 bevat onder andere een nieuwe raid-instantie en een nieuwe legendary weapon. De update verschijnt later dit jaar. None shall stand for long. Square Enix heeft bevestigd dat er volgend jaar een nieuw deel in de Hitman-serie verschijnt. De nieuwe game heet Hitman Absolution en wordt ontwikkeld door IO Interactive. Volgens Square Enix zal de game bekend aanvoelen voor spelers van eerdere delen, maar verschilt hij wel behoorlijk van de vorige Hitman-games. Het verhaal van Hitman Absolution draait opnieuw om Agent 47, die ditmaal verstrikt raakt in een samenzweringscomplot. Hitman Absolution staat gepland voor 2012 en komt uit voor de Xbox 360, PlayStation 3 en PC. Deze week kwam per ongeluk het nieuws naar buiten dat ontwikkelaar Remedy aan een nieuwe Alan Wake-game werkt. Volgens Oskari Hakkinen van Remedy is de nieuwe game geen Alan Wake 2, maar ook geen downloadbare content. De studio beschrijft de nieuwe Alan Wake als iets dat zeker meer waarde biedt voor de Alan Wake-fans, maar ook geschikt is voor spelers die nu pas instappen. Het was officieel nog niet de bedoeling dat het bestaan van de nieuwe game bekend zou worden. De titel Alan Wake 2 verscheen op het online cv van een ontwerpster die zei aan in-game video's voor de game te hebben gewerkt. Hakkinen betreurt het lekken van het nieuws, maar zegt dat de officiële aankondiging er toch al van zou komen binnenkort. De ontwikkelaar hintte tenslotte naar een release deze herfst. Uitgever Namco Bandai heeft deze week op haar persevenement in Dubai een nieuwe Tekken-film aangekondigd. De film, met als subtitel Blood Vengeance, is een computergeanimeerde film ontwikkeld door Digital Frontier. Digital Frontier is dezelfde studio die de introfilmpjes voor zowel Tekken 5 als 6 ontwikkelde. De film zal in de winkels komen te liggen, maar wanneer is nog niet bekend. Transcending history and the world. A tale of souls and swords. Soul Calibur 5 is officieel uit de doeken gedaan door Namco Bandai. In het vijfde deel kunnen spelers opnieuw vechten met personages als Siegfried en Nightmare. Wel willen de ontwikkelaars met dit deel een nieuw verhaal introduceren en daarmee een nieuwe generatie vechters inleiden. Het verhaal speelt zich 17 jaar na de gebeurtenissen van deel 4 af. Door de sprong in de tijd kan onder meer met de zoon van Sophitia, een personage uit eerdere delen, gespeeld worden. Ook op gameplaygebied is het spel anders dan zijn voorgangers. Zo wordt de snelheid van het vechten verhoogd en zijn combo's makkelijker uit te voeren. Soul Calibur 5 komt in 2012 uit voor de Xbox 360 en PlayStation 3. En we eindigen het Gamejournaal deze week met nieuwe beelden van Alice Madness Returns. Volgende week is er weer een nieuw Gamejournaal. Tot dan!